actieve publiek. Dus waar we het vandaag over gaan hebben zijn cultural studies en user gratifications. En we beginnen met de cultural studies approach. Cultural studies is, dit is echt een kritische theorie bij uitstek. Het is echt een theorie die ervan uitgaat dat de media in handen is van een bepaalde elite. Die bepaalt wat voor content er gebracht wordt via bepaalde mediakanalen. En dat wij als publiek dat eigenlijk maar te slikken hebben. Maar het doel van die cultural studies is dus dat ze dat proberen uit te leggen en proberen dat te veranderen. Hieronder staat ook, het publiek moet mediawijs gemaakt worden en in opstand komen tegen de heersende klasse. Dus cultural studies is niet echt een theorie, maar meer een perspectief. Het is een kritisch perspectief op media en cultuur. Dus we gaan ervan uit dat dominante groepen de hegemonie hebben. Dus die hebben de macht en die bepalen hoe de samenleving eruit ziet voor de rest. En ja, dat klinkt een beetje als complotdenken. Sommige van die cultural studies approach mensen neigen ook een beetje in die richting. Maar het is natuurlijk wel zo dat een heel groot deel van het medialandschap in handen is van een beperkte groep bedrijven, een beperkte groep mensen. Dat zal nog laten zien. En zij zeggen, de originele cultural studies mensen, dat zijn echt meer socialisten of niet meer communisten, die zeggen van ja, die ideologie wat je op tv ziet, dat is de ideologie van een dominante klasse. Alles wat je op tv ziet, is vanuit het perspectief, is om ons te laten consumeren, is om vulling te hebben, zodat we reclames kunnen geven, is om ons onder de duim te houden en lastige vragen gaan stellen, is om een bepaald perspectief op te drukken van hoe het leven eruit zou moeten zien. De media hebben een bepaalde ideologie, dus die willen een bepaalde visie op hoe de wereld eruit moet zien, en die willen die dominante cultuur uiten via mediakanalen. En ja, ze willen winst maken, willen advertenties verkopen. Dat klinkt de hele vandaag een beetje overdreven, en dat is wel heel vaak gezegd, hè. Het medialandschap is natuurlijk steeds meer gefragmenteerd. Er zijn steeds meer mogelijkheden om zelf content te produceren. Ik weet niet of jullie nog college 1 kunnen herinneren, waarin we het hadden over dat het medialandschap steeds meer van allocutie, één zender bepaalt wanneer en wat je kijkt, is gegaan naar conversatie. Dus dat er heel veel zenders zijn die en heel veel ontvangers zijn die zelf kunnen bepalen wat voor mediacontent ze consumeren, op wat voor tijdstip. Dus die trend heeft ervoor gezorgd dat dit hele beeld van een dominante cultuur iets minder waar is geworden. Maar het is natuurlijk wel nog steeds zo dat er bepaalde dominante ideeën zijn in de media, die misschien niet altijd even handig zijn. En moderne mensen die het, moderne wetenschappers die vanuit cultural studies onderzoek doen, kijken inderdaad vaak naar bepaalde manieren waarop iets in beeld wordt gebracht. Bepaalde groepen die ondervertegenwoordigd zijn. En die proberen dus mensen uit te leggen van wat moet er nou? Dit is de situatie, dit zou moeten veranderen. En dat is dat in opstand komen tegen de heersende klasse, of in ieder geval dat proberen te veranderen van wat dominant is in de media, dat wordt counterhegemonie genoemd. Dus iets is toch dominant, hegemonie, counterhegemonie, daar proberen we tegen in te gaan. Jullie hebben allemaal wel gehoord van 1984, van George Orwell, dat is een dystopisch boek. Waarschijnlijk hebben veel van jullie het ook nog ooit gelezen voor die examenlijst of moeten lezen voor Engels. Het is een dystopie die op een bepaalde manier beschrijft hoe de bevolking eronder wordt gehouden door de machthebbers. Het is niet de enige dystopie die er is. Je hebt heel veel van dat soort boeken, Brazil en zo. Maar je hebt er ook een die heet A Brave New World. Geschreven door Aldous Huxley in 1923. Als ik me goed herinner. En die beschrijft ook een dystopie waarin de samenleving en eigenlijk de grote massa van mensen in de samenleving eronder wordt gehouden, ook weer een bepaalde elite.
En wat heel interessant is, is om die twee visies op een dystopie te vergelijken en om te kijken hoe dat overeenkomt met hoe media ingezet wordt om mensen eronder te houden. In 1984 was het hele is het idee dat de media een hele grote controle hebben over wat mensen doen. Dus George Orwell had ook het idee dat er in elke huis een soort van scherm was, wat mee kon luisteren met wat je op dat moment aan het doen was. En waardoor je ook verplichte informatie binnenkreeg. En de bevolking werd eronder gehaald door angst en onderdrukking. Dus als je iets verkeerd zag, dan werd je naar room 101 overgebracht. En dan werd je onder leven gebracht. Dus je werd onder de druk gehouden in 1984 door middel van angst en door middel van in de gaten houden. En door middel van limieten stellen op informatie, door middel van het onderdrukken van bevolking. Interessant is dat je dat in sommige landen ziet. Als je kijkt naar China, naar Rusland, naar Iran. In dat soort landen zie je dat er inderdaad heel veel technologie is om mensen in de gaten te houden. Denk aan die camerasystemen in China. Er is een hele limiet op informatie die beschikbaar is. Facebook en YouTube in China. In Turkije kan je niet YouTube, misschien tegenwoordig deels. En dat is allemaal om controle te hebben over informatie en om zoveel mogelijk informatie over de bevolking binnen te krijgen. Je ziet het ook aan angst die mensen hebben voor dingen als Alexa en Google Home en zo. Dus dat is één visie op hoe media gebruikt wordt om mensen onder de druk te houden. Aldous Huxley raakt veel meer aan wat de Cultural Studies Approach zegt. Dus die zei van ja, eigenlijk gebeurt hetzelfde via media. Mensen worden onder de duim gehouden door middel van media. Maar hij zei, maar in zijn dystopie is dat niet via angst en repressie, maar is dat via entertainment. Dus in zijn visie hadden mensen graag onbeperkt toegang tot goedkope drugs en goedkope vormen van vermaak en entertainmentprogramma's op tv. Waardoor mensen eigenlijk niet onderdrukt hoeven worden, omdat ze zichzelf onderdrukten. Mensen die waren zo onder invloed van bepaalde drugs die ze konden gebruiken en zo onder invloed van goedkoop vermaak op televisie en in kranten, dat ze eigenlijk niet in opstand kwamen omdat ze daar geen behoefte aan hadden. Omdat ze gewoon verslaafd waren geworden. En dat is eigenlijk wat volgens de Cultural Studies Approach, en misschien zit er ook wel wat in, wat er gebeurt in landen zoals de VS en eigenlijk ook in landen zoals Nederland. We worden niet onderdrukt, maar we worden onder de duim gehouden met goedkoop entertainment, waardoor we geen vragen meer gaan stellen. Dat is wat Aldous Huxley beweren en dat is wat die Cultural Studies Approach deels heeft overgenomen. Waar zij dus beweren van, je hebt gewoon een dominante hegemonie, je hebt goedkoop entertainment, met als gevolg dat mensen dat voor waar aannemen en dat ze misschien minder vragen gaan stellen. Natuurlijk weet ik, dit zijn dystopieën en dat is allemaal is een enorme overdrijving. Maar het is wel interessant om te zien hoe bepaalde ideeën uit die twee verschillende dystopieën ook tot uiting komen in verschillende landen nu. Oké. Even terug naar Cultural Studies dan. Het is gebaseerd op een soort van neo-marxistische visie. Dat hebben jullie met maatschappijleer ooit wel een keer gehad. Weet je wat marxisme eigenlijk is? Maar in het kort, geen vragen over stellen over tentamen, want het gaat echt te ver. Maar er was natuurlijk in de 19e eeuw, waar we kapitalisme en liberalisme, en zag je dat er steeds meer eigendommen, dus steeds meer kapitaal in handen kwam van een kleine elite. Dus die bezaten eigenlijk alle bezittingen, die bestaan de fabrieken, de winkels, de machines, land, van alles. Steeds meer hadden mensen niks. Het enige wat ze hadden was arbeid. Dus het enige wat ze konden doen was zichzelf kopen en in de fabrieken en met de machines werken die de elite in handen had. Nou, aangezien die het grootste deel van de macht had, kon die zeggen hoeveel ze
verdienden, hoeveel lang ze moesten werken. En dat leidt dan tot vervreemding, weet je. De arbeiders hebben geen controle over hun eigen productiemiddelen. Ze zijn afhankelijk om loon te krijgen. En zolang arbeiders zich dus niet verenigen, zal het niet veranderen. De enige macht die arbeiders hebben, is dat ze als allemaal tegelijkertijd besluiten dat de situatie moet veranderen. Dit zou volgens de Marxisten leiden tot een onhoudbare situatie, met bijvoorbeeld een revolutie, een dictatuur van het proletariaat, dat is het socialisme, met uiteindelijk een communistische heilstaat. Dat is niet gebeurd, maar je ziet wel dat dit idee nog steeds leeft. Je ziet het nu in de maatschappij, weet je, waarin meer richting iets meer ongelijkheid gaat, waarin, vooral in de VS, waarin een steeds kleiner deel, een steeds groter deel van het kapitaal heeft en een steeds groter deel van het inkomen verdient. Je ziet het ook bijvoorbeeld in de media. En dat is eigenlijk een neo-marxistische visie, die zegt van ja, het is niet alleen Marxisme is alleen economisch. Maar als je dat wat breder trekt, niet zo extreem. Nee, natuurlijk komt er geen communistische heilstaat. Natuurlijk komen mensen niet massaal in opstand met hooivorken. Maar het is wel zo dat er bepaalde groepen in de samenleving zijn die gewoon iets meer toegang hebben tot bepaalde productiemiddelen dan andere groepen. Niet alleen economisch, maar die kunnen ook sociaal en cultureel. Die hebben ook sociaal en cultureel grote macht. Beurt. Die hebben toegang tot die hebben het eigendom van de kranten, van de media. Dus in neo-marxisme die kijken dus niet alleen naar economisch kapitaal, maar ook wie het sociaal en cultureel kapitaal heeft. Ze kijken dus ook niet alleen naar arbeiders, maar ze kijken naar alle gemarginaliseerde groepen. Ze zien bijvoorbeeld, we zien dat bijvoorbeeld vrouwen op een bepaalde manier gepositioneerd worden in media. Misschien niet altijd goed is. Dat er bepaalde groepen zijn in media die op een bepaalde manier afgeschilderd worden. Donkere mensen in films zijn veel vaker de slechterik dan blanke mensen. En zijn ook veel vaker slachtoffer van geweld, zoals we met cultivatietheorie hebben gezien. Neo-Marxisten kijken naar meer gemarginaliseerde groepen en zeggen van je hebt dus niet. Het gaat niet alleen om arbeiders, het gaat om allerlei groepen die ondervertegenwoordigd zijn. En die eigenlijk meer beter vertegenwoordigd moeten zijn in de maatschappij en ook in de media. We gaan er nog wel steeds vanuit dat de elite toegang heeft tot de productie van cultureel kapitaal. En eigenlijk wie ze zeggen, ja, wie zijn de elite? Dat ben ik. Heteroseksueel, white male, dominated. Ik ben het niet, maar blanke oude witte mannen. Dat zijn degenen die, dat zijn de miljardairs, dat zijn degenen die eigendom hebben over mediakanalen. En eigenlijk is het dus zo dat hun ideeën, die vaak wat conservatief zijn, dat die het meest terug te zien zijn in media. Ik zal zo wat voorbeelden geven of dat zo is. Meestal deze slide even afmaken. Het slotte verschil met Marxisme is dat neo-Marxisten zeggen, het is geen revolutie, het is niet dat we met hooivork naar het hoofdkantoor van RTL toe gaan, maar we moeten wel iets doen. We moeten een opstand komen met een counterhegemonie. Dus we moeten proberen zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor andere standpunten die er zijn. Wat tot slot leidt tot psychologische en culturele vrijheid en meer representatie van bepaalde groepen in de media. En dat kan op heel veel verschillende manieren. En misschien het allerbeste voorbeeld, zoals dit plaatje ook laat zien, is Banksy. Dat is echt een voorbeeld van counterhegemonie. Dus die juist ideeën gebruikt uit de huidige cultuur en de huidige media om een ander beeld te brengen. Om mensen aan het denken te zetten. Zoals What Are You Looking At? Bij een kamer. Maar het is niet alleen Banksy. Het is niet alleen die countercultuur. Het kan ook op andere manieren. Nou, hoe dan? Daarvoor moet ik eerst iets zeggen over wat cultuur eigenlijk is. Die cultural studies approach, mensen die zien cultuur als een ideologie. Een ideologie is een visie op hoe een cultuur eruit moet zien. Eigenlijk is het een ideaalbeeld van cultuur door een bepaalde groep.
Dus het zijn normen, waarden, regels en begripskaders die begrafenis geven aan de werkelijkheid. En dat is eigenlijk hetzelfde definitie als cultuur. Maar er zijn natuurlijk verschillende culturele ideologieën die strijden om invloed en betekenisgeving. Elke subgroep in de maatschappij heeft bepaalde ideeën over hoe de maatschappij eruit moet zien. Daarom zijn er ook subgroepen. Denk bijvoorbeeld in Amerika aan de mensen die voor en tegen abortus zijn. En mensen die voor abortus zijn, noemen zichzelf pro-choice. Mensen die tegen abortus zijn, noemen zichzelf pro-life. Wat super slim is, hè? Want als je tegen abortus klinkt heel negatief. Maar pro-life klinkt een stuk positiever. En je ziet in de media dat die pro-life en pro-choice groep verschillende ideologie hebben. En ja, continu proberen om via verschillende kanalen hun ideologie over te dragen. Misschien zelfs op te dringen aan de rest van de maatschappij. Nou, volgens die cultural studies approach zijn media en cultuur er ook heel sterk verweven. Dus de media is het belangrijkste kanaal waardoor wij informatie binnenkrijgen, in de gender setting. En dat is ook om te leren wat de cultuur in de maatschappij is. We zijn voor een heel groot deel afhankelijk van wat via media binnenkrijgen. En natuurlijk, wat er op media getoond wordt, geeft ons een beeld van hoe de cultuur eruit moet zien. Dus media en cultuur zijn heel sterk. Daarnaast maken wij deel uit van een hiërarchisch netwerk. Als je kijkt naar hoe wij in de maatschappij zijn, naar verschillende groepen in de maatschappij, naar mensen binnen de groepen, kun je dat karakteriseren aan de hand van machtsverschillen. Je kunt bijvoorbeeld hoe jij tegenover iemand anders staat, karakteriseren in van wie heeft er meer macht, wie kan de ander beïnvloeden, en welke groepen kunnen de ander beïnvloeden. En je ziet dat sommige groepen hebben meer macht dan andere groepen. Mensen maken deel uit van een hiërarchisch netwerk. Er zijn machtsverschillen tussen een bepaalde groepen, dus een heersende klasse. En die bezit toegang tot culturele productie. Dat hebben we volgens mij al gehad. Er is een bepaalde machtsverdeling in de maatschappij. Mensen hebben gewoon meer macht. Sommige mensen hebben meer macht dan anderen en bezitten ook de culturele productie in de media. Wat ik net al zei, is natuurlijk dat tegenwoordig kan iedereen zelf zender worden. En iedereen zijn content op YouTube zetten. Maar als je kijkt naar welke bedrijven eigenlijk het gros van de media in de hand hebben, dan is dat best wel schokkend als je het nog niet weet. Als je kijkt naar de VS bijvoorbeeld. En dan moet ik heel eventjes nemen. Ja, komt er maar. Ik kom er echt op zo'n moment aan dat het niet meer werkt, hè? Klik. Zo. Als je kijkt naar de VS, en eigenlijk niet alleen naar de VS, maar gewoon naar de grote productiebedrijven, die ook heel veel films maken, dan zie je dat er eigenlijk maar 6 zijn die verreweg het meeste in handen hebben. Laten we eens hier eentje die kennen we dan verder niet zo goed, maar bijvoorbeeld Disney. Als je kijkt wat Disney allemaal heeft, 6,5 miljard per jaar omzetten. Maar die hebben dus enorm veel zenders tot hun beschikking. Ze hebben nu Marvel, ze hebben Fox News overgekocht. Ze hebben ESPN, dat sport ken je wel, Vice, heel veel andere kanalen. Dus in print hebben ze nog een hele hoop. Time Warner, die allemaal heeft. Dus Warner Brothers, HBO, CNN, Cartoon Network. In print hebben ze Time, Life, videogames, muziek. Comcast is super groot. Heeft CNBC, MSNBC, heel veel filmkanalen enzovoort. Heb je News Corp van Rupert Murdoch met de hele Fox gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld de Washington Post en andere. En Sony. Nou, en zo zijn er dus maar 6 bedrijven in de VS die zo'n beetje 90% van de media in handen hebben. En ook eigenlijk alle kranten, televisiezenders, filmproducenten, behoren allemaal maar tot 6 bedrijven. En ook in Nederland heeft er heel wat integratie plaatsgevonden.
Je hebt Talpa, is supergroot. Die heeft SPSS. Veronica Net 5, dat weten we wel. Maar Talpa heeft ook een heel groot deel van de Telegraaf in handen, bijvoorbeeld. RTL is in handen van het Duitse Bertelsmann. Dus Duits. Nederlands publieke omroep heeft natuurlijk veel. Maar bijvoorbeeld ook Talpa heeft ook Sky Radio, 538, Radio 10. Als je kijkt naar kranten, dan heb je de persgroep. Die heeft zo'n beetje alle kranten in bezit. Dus Algemeen Dagblad, Volkskrant, Trouw, Parool, NRC volgens mij ook. Zijn allemaal in handen van de persgroep. Oh nee, NRC niet. Sorry, NRC is nu van de Telegraaf. En het mediahuis van de Telegraaf heeft dus de rest. Dus ook in Nederland zie je dat eigenlijk maar een beperkt aantal grote bedrijven uiteindelijk de media in handen hebben. En in Nederland is het dan nog wel oké geregeld. Wij hebben allemaal wetgeving dat ook eigenaren niet, ik weet niet in de publieke omroep, maar die zich niet mogen bemoeien met de inhoud van media. Zeker niet wat nieuws betreft. Maar in de VS is dat wel heel anders. Je ziet dat zoiets als News Corp, die Fox in handen heeft, dat het hele idee van Fox, dat rechtsconservatisme, dat dat echt in alles, in alle mediakanalen van Fox doordringt. Dus het is inderdaad wel zo dat je ziet dat mediaproductie in handen is van een beperkte groep mensen. En ze zeggen ook dat media-inhoud inderdaad in handen is van een bepaalde heersende klasse. Die houden de macht en een bepaalde publieke opinie. En dat is vooral een deel voor gemarginaliseerde groepen. Dus een beetje lullig, maar vrouwen nog steeds een beetje. Etnische minderheden, homoseksuele, sociale onderklasse, migranten. Dat zijn eigenlijk allemaal groepen die op een bepaalde manier worden gepresenteerd in de media, die niet helemaal klopt. En ja, vaak zijn wij ons er niet zo bewust van. Ik denk bijvoorbeeld aan iets als de... Laat ik iets anders beginnen. Denk bijvoorbeeld aan hoe je altijd in comedies of gewoon in series, hoe gezinnen altijd uitgebeeld worden. Er is een bepaald idee dat je een man, vrouw, dat het liefst een zoon en een dochter moet hebben. Een bepaalde manier van hoe het ideale gezin eruit moet zien. Wordt minder, maar je ziet dat nog steeds wel in comedies terug. Ook bijvoorbeeld iets als de American Dream. Daar zijn ze vooral in de VS heel erg van overtuigd. Weet je, dat iedereen kan het maken in de VS. Maar eigenlijk is dat gewoon een soort van dominantie. Weet je. Het hele idee dat iedereen het kan maken zorgt ervoor dat mensen geen vragen gaan stellen over hoe ongelijk verdeeld de samenleving is. Want de American Dream, daar is geen niks van waar. Kijk, iedereen die het maakt, die komt op tv. Maar in werkelijkheid is het 98% van de mensen die succesvol zijn, hebben succesvolle ouders. En komen dus uit een succesvolle omgeving vandaan. Dus het is een soort van false consciousness. Een soort van idee dat we de American Dream allemaal kunnen bereiken. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is. Maar dat wordt dus wel het idee wat op de in de media wordt getoond. Iedereen kan het maken. Maar er zijn echt voorbeelden te over. Dus het ideale gezin in comedies. Denk aan het ideaalbeeld van schoonheid. Denk als je vrouwen op tv ziet. Of als je vrouwen op Instagram ziet. Hoe die er standaard uitzien. Denk aan hoe mannen er standaard uitzien. Weet hoe gespierd ze altijd zijn. Denk aan dat je dat op een of andere manier mensen die eigenlijk al niet zo'n goede baan hebben, toch in staat zijn om een enorm appartement in New York te kunnen betalen. Je denkt aan Sex in the City, Friends. Enzovoort. Er zijn bepaalde ideeën die niet altijd even goed kloppen. En het idee van die cultural studies is dus van oké, die ideeën, daar moeten we achter komen en daar moeten we ons tegen verzetten. En dat verzet, dat je ziet dat bepaalde andere groepen proberen om aandacht te krijgen in de media, om hun counterhegemonie, dus om andere standpunten te uiten, dat heet
Theater of Struggle. Dat is onder andere de Black Lives Matter beweging, identity politics en trans rights. Dus, dat je niet maar twee, dat sommige mensen denken dat je maar twee seksen hebt. Dat als je er tussenin zit, als je transseksueel bent, dat je dan ook dat het ook een groep is die er is in de samenleving die aandacht moet krijgen. En daar zie je bijvoorbeeld nu, zie je daar bijvoorbeeld meer aandacht voor. En de serie over de transgenders heeft gemaakt. En dat Nicky hieruit is gekomen. Dus dan zie je dat daar steeds meer aandacht is voor die tot nu toe wat gemarginaliseerde groep. Met als gevolg dat dat langzamerhand kan veranderen. Counterhegemonie is dus eigenlijk dat je een soort van dezelfde strategie gebruikt als de heersende klasse, maar dan met de bedoeling om de heersende ideologische cultuur te ondermijnen. Dat klinkt allemaal weer heel erg marxistisch, maar het idee is van dezelfde media probeert te gebruiken, dezelfde aanpak hebt als andere media om bepaalde andere denkbeelden over te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een modern voorbeeld, Modern Family, waar je ziet dat er een homoseksueel gezin is, die eigenlijk exact hetzelfde leeft als heteroseksuele gezinnen. En dat klinkt natuurlijk, ja, ons in Nederland denken we van, ja, boeien. In de VS is dat nog wel anders. Dus dat is wel echt een manier om te laten zien hoe zoiets werkt. Dat zoiets ook kan. En we hadden dat ook een aantal jaar geleden, bijvoorbeeld met de Fresh Prince of Bel-Air. Ik weet niet of jullie dat überhaupt nog gekeken hebben. Will Smith in zijn jonge jaren. Dat een voorbeeld was van een donker gezin die gewoon uit de hogere middenklasse kwam. Dat een normaal gezin was, met toevallig donker. En dat was in die tijd ook erg nieuw. Dat je niet een donker gezin had die slachtoffer was van geweld of wat dan ook. Maar dat het gewoon een normaal gezin was, een normale sitcom, maar allemaal donkere mensen. En dat heeft heel veel bijgedragen aan een racisme tegengaan en een gelijkere maatschappij. Een voorbeeld ook hiervan is bijvoorbeeld vrouwen in de media. En ik ga eerst het plaatje laten zien, dan ga ik even de slide terug. Het allerleukste voorbeeld vind ik nog van hoe vrouwen altijd getoond worden. Dus dit is de poster voor de eerste Avengers film. Dit is een artwork die officieel was voor de eerste Avengers. Wat valt jullie op? Ja, nadruk op rondingen van de vrouwen op de achtergrond. Scarlett Johansson die staat er iets anders op dan de rest inderdaad, ja. En het is natuurlijk, als je dit gewoon zo ziet, zo'n poster, dan denk je van, prima poster, niks aan de hand. Maar er is een artiest geweest en die heeft het andersom gedaan. Oh ja, inderdaad, een eigen gezicht, dat is waar ook. Daar had ik zelf niet eens door. Inderdaad, dat zie je ook heel vaak terug. Maar die, inderdaad, alhoewel Hawkeye ook wel. Dit is een poster die iemand anders heeft bedacht. Die heeft laten zien hoe raar het eigenlijk is. Weet je, want het is inderdaad goed dat jullie het opvalt. Maar ik denk dat 9 van de 10 mensen die niet communicatietheorie volgen, dat die dat niet opvalt. En het lijkt helemaal heel normaal. Weet je? Dus het is natuurlijk is zo'n poster normaal. En zo is het altijd. Maar dit laat eigenlijk zien hoe gek dat eigenlijk is. En je ziet het dus heel vaak terug. Dus, denk aan zo'n standaard Instagram poster. Dat is precies zoals die Scarlett Johansson op die poster staat. Op een of andere manier moet je als vrouw zorgen dat zowel je billen als je borst te zien zijn. Dat het allemaal achter zit en je erg opgemaakt bent. Captain America klopt wel. Deze bedoel je? Misschien. Maar je ziet dat vrouwen in de media echt op een bepaalde manier worden gepresenteerd die niet al die weet je, ja. Ik ga dat maar niet herhalen, want het zo op YouTube komt. Dus je ziet dat vrouwen, ja, dus vaak
dus vaak als seksueel object worden gepresenteerd, of als moeder of huismoeder, of passief zijn, of te vaak onzichtbaar in het bedrijfsleven. En dat als vrouwen wel normaal worden gepresenteerd, worden ze te normaal gepresenteerd wees. Dan, en als vrouwen te oud, dik, te slecht gekleed zijn, dan worden ze helemaal weg. Ja, dan zijn ze sowieso niet te zien op tv. En je ziet het ook een beetje met mannen, hè, natuurlijk. Weet je. Je ziet dat in welke film of serie je ook ziet dat, dat elk jongetje wat op tv is, een borstkast heeft die 6 jaar sportschool vereist. Wat volgens mij ook niet is, tenminste, hoop ik dan maar. Zoals de meeste mannen zijn. En dat is dus wel iets wat langzamerhand aan het veranderen is. En het is natuurlijk is nog wel steeds een ideaalbeeld. Maar je ziet dat bijvoorbeeld, het veld ingaan, dat lijkt weer een beetje raar. Maar toen ik begin 20 was, toen waren vrouwen die erg mager waren. Van die modelvrouwen waren in. Dus dat je allemaal van die... Ja, van die heroin models noemen ze die, dus Kate Moss, super mager. Maar nu, en dat is ook een beetje dankzij een bepaalde counterhegemonie, ik denk aan Nicki Minaj en zo, is het normaler geworden dat vrouwen in ieder geval nog niet extreem mager meer zijn en een beetje een vrouwelijk figuur hebben. En in het begin was dat echt een counterhegemonie. Nicki Minaj was echt anders, nog steeds wel. Maar doordat zij zich op een bepaalde manier presenteren, heeft ze er wel aan bijgedragen dat het beeld van vrouwen in de media langzamerhand is veranderd. Nog steeds niet zoals de meeste vrouwen zijn, maar het is wel een voorbeeld van een counterhegemonie. En hoe dat langzaam heeft geleid tot een ander idee van wat een ideaalbeeld van de vrouw. En dat is echt een typisch voorbeeld van counterhegemonie. En je ziet het nu ook met vrouwen in de media, dus weet je hoe moeten die gepresenteerd worden. Maar ook alle veel andere groepen. Dus wat gebeurt er nou volgens die cultural studies? De laatste slide op cultural studies. Dus wat gebeurt er nou? Vaak is het zo, en het bewust, bewust of onbewust, zijn mensen die media content produceren, hebben een bepaald vooringenomen idee over wat normaal is. Nou, dus dat wordt... Die boodschappen worden dus geëncodeerd, denk aan college 2, vanuit een bepaalde ideologie. Dus je ziet op tv wat de mensen die het maken denken normaal is. Maar we hebben natuurlijk de vrijheid om het te decoderen. En die cultural studies die zegt van nou, je kan het op verschillende manieren decoderen. Dominant hegemonic betekent dat je het decodeert zoals bedoeld. Eigenlijk zoals een injectienaald idee, dus dat je het hier opneemt zoals de zender bedoelt. Maar zij zeggen, eigenlijk de bedoeling is dat je negotiate of positional doet. Dus dat je altijd een beetje nadenkt over die inhoud. Dus negotiate is dat je het decodeert en dat je er een beetje kritisch over bent. Dus dat je denkt, dit klopt wel, dit klopt niet. Ik denk altijd aan mijn moeder dan. Mijn moeder leest de Telegraaf. En die krijgt op een bepaalde manier wel die boodschap mee. Alleen die weet wel, die zegt wel van ja, je Telegraaf heeft weer iets over migratie. Of weer iets over dat er meer asfalt moet komen. En dan zegt ze, ja, natuurlijk is dat de Telegraaf. Ja, die doen dat altijd. Dus die heeft, weet je, dus die leest dat wel. Die haalt ook naar nieuws daar vandaan. Maar die heeft wel een bepaald negotiated idee van decoderen. Van oké, okay, die Telegraaf is op bepaalde aspecten voor ingenomen. Je moet alles een beetje met de korreltjes zijn. Dus dat is negotiate. Oppositional is juist het tegenovergestelde. Dus dat is echt dat je gaat proberen om actief in te gaan tegen de boodschap die een bepaalde zender brengt. En een leuk voorbeeld vind ik meldpunt linkse docenten. Dat is de Forum voor Democratie. Weet. Dus als jullie mij te links vinden, of misschien wel eens gezegd dat ik Jay Baudet raar vind. Dan kun je mij aangeven bij het Forum voor Democratie en zegt, ja, zie je wel, die Alexander probeert zijn links idealistische boodschap op te dringen aan de studenten. Prima. Maar het leuke is dus dat hele idee, dat is gekaapt door docenten om juist duidelijk te maken wat ze doen. Dus als je nu naar het Twitter-meldpunt linkse docenten gaat, dan staan er allemaal grappen in over Thierry Baudet. En allemaal grappen over leraren. Dus die
die hashtag linkse leraren is gekaapt door linkse leraren om een compleet andere boodschap mee naar buiten te brengen. En dat is inderdaad echt een voorbeeld van oppositional decoderen en dan dus echt de manier waarop het bedoeld is gebruikt om juist tegenovergestelde te uiten. Je hebt ook het voorbeeld van I'm loving it. Je gebruikt hoe het geëncodeerd is, vooral de clown. Gebruik je juist om het tegenovergestelde punt duidelijk te maken. Dus dat is oppositional. Goed, kortom. En dan gaan we naar user notifications. Dit is allemaal wel duidelijk, maar ik wil iets zeggen over de kritiek. En het is natuurlijk dat media-inhoud steeds diverser is. Dus dat wij natuurlijk steeds meer invloed hebben op wat wij produceren. En dat mensen zich kunnen verenigen in subculturen die dan wel gehoord worden. Maar zoals ik al vaak gezegd heb, je ziet dan juist inderdaad dat er binnen zo'n subgroep juist weer sprake is van een bepaalde hegemonie. En dat het weer heel moeilijk is om daar om mensen er anders over te laten denken. Weet je, denk aan mensen die nu denken dat Bill Gates corona heeft bedacht om dan via 5G ons met nanopartikels te vaccineren. Weet ik veel. Dat die idioten denken. Maar mensen die daarin zitten, die zitten echt in zo'n subcultuur, echt in zo'n bubbel, waar het dan heel moeilijk is om uit te komen. En waar het ook heel... En binnen die bubbel is er inderdaad echt sprake van hegemonie. Er is sprake van een elite, van mensen die daar, zeg maar, die experts zijn op dat gebied. En het is juist dus extra moeilijk om te proberen met oppositional standpunten te komen, omdat die groep zo in hun eigen bubbel zit. Dus volgens cultural studies is media-inhoud in handen van één grote groep. Dan is het één uniform beeld. Maar je ziet tegenwoordig dat het echt steeds meer diverser wordt, want het is steeds meer subculturen, bubbels. Subculturen ontstaan. Het is ook vaag. En dat komt omdat er eigenlijk alleen uitleg achteraf is. Je kan alles interpreteren in termen van marxisme en culturele hegemonie. Weet je, als je dit straks terugkrijgt op YouTube, dan kan je vast ook 10 dingen vinden die ik heb gezegd die je op die manier kan interpreteren. En dat is een beetje het probleem inderdaad, dat alles achteraf wordt uitgelegd aan de hand van een bepaald vooringenomen standpunt. Met als gevolg dat dingen als falsificatie en de manier waarop wij normaal wetenschap bedrijven heel moeilijk zijn met deze benadering. Desalniettemin geeft het natuurlijk wel, is het wel goed dat deze benadering bestaat. Hè? Dus dat het wel laat zien dat bepaalde groepen op een bepaalde manier vertegenwoordigd worden, die misschien niet overeenkomt met die groepen vertegenwoordigd willen worden. En dat we daar iets, zouden kunnen doen. De vraag is, ontstaan er in nieuwe bubbels ook weer een dominante klasse volgens cultural studies? Het is wel een dominante klasse, maar je ziet dat het in, ook in nieuwe bubbels heb je weer experts. Dus als je bijvoorbeeld tot de alt-right behoort, dan zijn er bepaalde sprekers, even tekstachtige sprekers, die heel erg worden gewaardeerd. En dat zijn dus de experts, dat is dan een dominante klasse. En dat zijn de mensen die... dat zijn de mensen die hun meningen opdringen. En dat is eigenlijk een soort van, het is eigenlijk beter te verklaren aan de hand van een zwijgspiraal dan aan cultural studies. En je ziet dat er bepaalde mensen in zo'n bubbel een expert zijn, dus dat is een dominante klasse. Met als gevolg dat als je in die bubbel zit, dat je daar steeds meer van meekrijgt. En dat je steeds meer in die richting gaat denken. En als je niet zo denkt, ja, dan ga je er gewoon uit. Of dan zeg je niks meer. En dan ga je er alsnog uit. Waardoor in die bubbels eigenlijk misschien niet zozeer sprake is van een dominante klasse, maar wel een soort zelfversterkend effect, een soort zwijgspiraal. Dus een dominante klasse is misschien niet het juiste, dat heb ik misschien niet helemaal juist gezegd inderdaad, maar wel bepaalde experts aan wie de meeste mensen hun mening ontlenen. Oké. Okay. Dan gaan we verder naar user verifications. Ik wil eigenlijk even door. Ik heb net even pauze gehad met het herstarten en zo. Dus als jullie het niet heel erg vinden, dan wil ik dit gewoon nog even afmaken. Anders kom ik weer in tijd. Dus ik ga gewoon heel even door. Sorry. En ik hoop dat
de zoomsnelheid in de oren verdwenen is als het college erover is. Oké, user gratifications. Dit is een theorie die anders is dan die andere theorie. Het is ook een nieuwe theorie. Ja, nou ja, al in 1976 werd het de basis gelegd van die theorie. Maar hij is vrij recent ontwikkeld, verder ontwikkeld. En hij gaat uit van actieve mensen. En dat mensen actief bepalen welke media ze willen consumeren. Dat heet user gratifications, omdat wij zelf bepalen welke media gebruiken, wat wij zien. En wij doen dat op basis van bepaalde behoeftes die we hebben. Als die behoeftes vervuld worden, dan zijn ze gratified naar users gratifications. En het is ook wel zo. Hey, dit is een voorbeeld van, even gekeken in mijn zoekgeschiedenis, wat ik eigenlijk allemaal doe. En waar ik allemaal op kijk tegenwoordig. Jeetje, Reddit, MindGag, Pumpert. En eigenlijk allemaal dingen die helemaal geen zak met werk te maken hebben. Gedurende de dag. NOS, RIVM, om te kijken of mensen nu weer overleden zijn. Ik kijk helemaal niet alleen naar Nederland 1 en 2 en RTL. Weet je, ik heb een heel actief media gebruik. En ik kijk naar heel veel verschillende kanalen. En dat is wat User Verification zegt. Dus die zeggen van ja. Eigenlijk hebben al die andere theorieën gaan uit van wat doen media met het publiek. Maar eigenlijk moet je kijken wat doet het publiek met media. Hoe gaan wij actief om met media? En dat wil dus niet zeggen dat media geen effecten hebben. Maar wel dat we een meer actievere houding hebben in hoe we met media omgaan. Dus de theorie gaat uit van een actief publiek. We hebben controle over mediaboodschappen die we willen bekijken. Ja, er zijn zoveel kanalen die we kunnen gebruiken. Dat we heel veel keuze hebben. Het is niet alleen uit tv, maar we kunnen YouTube kijken, we kunnen kranten lezen, we kunnen een boek lezen, we kunnen chatten met andere mensen, we kunnen op Facebook kijken. En we kunnen andere dingen doen. We kunnen sporten, we kunnen slapen, we kunnen eten. Dus we hebben gewoon bepaalde behoeftes. En een aantal van die behoeftes kunnen vervuld worden door middel van media. En andere behoeftes kunnen vervuld worden door andere dingen. Sociale interactie, sport, eten, seks, whatever. Maar mensen zijn zich bewust van de behoeftes die ze hebben. Van oké, ik wil dit. En ze zijn zich bewust van de rol die media erin kan spelen. Ze zijn zich bewust van hun media gebruik. En dit veronderstelt dus dat media-effecten beperkt zijn, omdat mensen hun actieve rol spelen. Dus mensen hebben een keuze en hebben controle over hun media. Omdat ze geen passieve consumenten zijn, maar ze actief bepalen welke media ze consumeren. En dat wil dus niet zeggen dat media geen effect hebben, maar dat het effect afhangt van de behoeftes die je hebt. En die behoeftes hangen weer af van je persoonlijkheid, van je afkomst, van hoe je in elkaar zit, van je sociale omgeving. Die bepalen de behoeftes die je hebt, die bepalen je mediagebruik en dat samen kan bepaalde effecten hebben. Kom ik zo nog even. Dus mensen zijn geen passieve consumenten, maar mensen hebben een persoonlijkheid, hebben een bepaalde genetische opmaak, een bepaalde achtergrond, een bepaalde sociale omgeving. Dat allemaal bepaalt wat voor behoeftes ze hebben. En die bepaalt welke media ze consumeren. En op die manier wordt bepaald of ze beïnvloed worden op een bepaalde manier. Dus kortom, mensen zijn actieve mediagebruikers die specifieke doelen hebben en die op zoek zijn naar manieren om die doelen te bereiken en om die behoeftes die ze hebben te gratifieren, te bevredigen. En daar kunnen ze dus media voor gebruiken. Om het wat duidelijker uit te leggen, heb je dus de hoofdassumptie van user gratifications theorie. En dat is deze. Nou, die is super ingewikkeld om het zo te lezen, dus ik makkelijker om dat als volgt op de slide te zetten.
Dus in het Engels, user verification approach is concerned with the social and psychological origins of needs, which generate expectations of mass media or other sources, which leads to differential patterns of media exposure, resulting in need gratification and other consequences. En dat is eigenlijk, ja, dat is dus bepaalde behoeftes. Die behoeftes die zijn ingegeven door social en psychological origins. Dus we hebben lichamelijke behoeftes, we hebben bepaalde persoonlijkheid, zorgbehoeftes, sociale omgeving enzovoort. Dus die zorgen voor bepaalde behoeftes. Die behoeftes zorgen voor bepaalde verwachtingen van media of andere dingen, weet je, sport, eten, seks. Maar in dit geval gaat het over media. Die zorgen voor bepaalde verwachtingen van media. Oké, nou, ik denk dat ik dat media, dat die behoeftes wel kunnen vervullen. Nee, ik wil graag niet. Ik heb zin in een comedy. Dus ik ga op zoek in Netflix. Ik heb zin om met iemand te praten. Dus ik ga naar Snapchat. Of ik ga naar WhatsApp en ik ga naar iemand chatten. Dus dan krijg je motivaties om media te gebruiken. Dat zorgt er dus voor dat je dat mensen bepaalde patterns of media exposure hebben. Dus dat wij dus actief bepalen van oké, dit kijken we niet. Deze media gebruiken we, deze kanalen gebruiken we. Dus differential patterns. Dat zorgt ervoor dat behoeftes bevredigd worden. En dat kan bepaalde consequenties hebben. Dus een voorbeeld van media effecten. Stel, ik maak mij onwijs veel zorgen over corona en hoe lang dat nog gaat duren. Omdat ik een beetje nerveus ben, omdat ik in mijn omgeving zie, dus bepaalde oorzaken die ervoor zorgen dat ik daar bovenmatig geïnteresseerd in ben. Ik heb behoefte aan informatie. Het was gevolg dat ik naar Reddit ga, dat ik continu de sites van de RIVM refresh, dat ik alle reacties op nu.nl lees. Over corona berichten. En dat zorgt ervoor dat mijn behoefte aan informatie bevredigd wordt. Maar dat kan dus samen met met die achterliggende behoefte van het mediagebruik samen een bepaald effect hebben. Dus dat kan ervoor zorgen dat ik mij bijvoorbeeld nog meer zorgen ga maken, omdat de kanalen die ik bekijk, Reddit, nu.nl reacties, ervoor zorgen dat ik mij meer zorgen ga maken, omdat het alleen maar paniekberichten zijn. Dus kortom, mijn psychologische achtergrond of mijn sociale omgeving zorgt voor een bepaalde media, een bepaalde mediaconsumptie. En die mediaconsumptie in samenwerking met die persoonlijkheid of die achtergrond zorgt voor bepaalde effecten. Het kan ook zijn dat iemand geïnteresseerd is in corona vanuit een meer informatieoogpunt. Dus dat hij zich niet zorgen maakt, maar dat hij om meer wil weten. Nou, die zal bijvoorbeeld wetenschappelijke literatuur in de gaten houden, die zal kranten lezen. Met als gevolg dat die andere effecten ondergaat. Dus dat die persoon zich minder zorgen maakt, dat die vooral gewoon meer geïnformeerd is. Dus kortom, die individuele kenmerken van iemand in combinatie met mediagebruik kunnen bepaalde effecten hebben. En dat is heel nieuw, hè? Want eigenlijk al die andere theorieën gaan ervan uit dat media wel effecten hebben. Maar die zeggen eigenlijk weinig over hoe individuele kenmerken die effecten modereren. Dus hoe die media dus een verschillende uitkomst kunnen hebben, afhankelijk van hoe je zelf in elkaar zit. En dat is een hele belangrijke toevoeging van user verification. Oké. Okay. Nou, dus wat voor behoeftes hebben we dan? We hebben een bepaalde behoeftes, die hebben we. En die kunnen van alles zijn. Dus die kunnen psychologisch zijn, vanuit je persoonlijkheid, of genetische opmaak, interesses, je opleiding, eerdere ervaringen, behoeftes gebaseerd op basis van die Maslow's behoeftes. Weet je, kan zijn dat je bijvoorbeeld nu met de coronacrisis, dat je behoeftes veel meer basic zijn, weet je, dat je behoefte hebt aan security en safety, dat je het niet echt voelt. Andere mensen kunnen zeggen van nou, mijn behoeftes liggen meer op self-actualization. Dus ik volg een cursus via YouTube. Je hebt verschillende niveaus van behoeftes die ook door media vervuld kunnen worden.
Maar kortom, weet je, die needs en motivaties die je hebt, dus die behoeftes die je hebt, hebben een bepaalde oorsprong. En dat kan echt afkomstig zijn vanuit van alles. Vanuit je psychologische achtergrond, vanuit je sociale omgeving. Nou, die behoeftes zorgen dus voor bepaalde motieven om bepaalde media te gebruiken. En van alles kan dat zijn. Hè? Het kan ouderwetse tv zijn, het kan films zijn, het kan kranten zijn, het kan tijdschriften zijn. Het kunnen moderne communicatietechnologieën zijn, Instagram, Snapchat, ouderwetse dingen als Facebook. Dus ik wil eigenlijk even kort vragen waarom jullie... Nou, laten we eens Instagram nemen. Ik wil dat eigenlijk via Mentimeter doen, maar tik het maar in de chat. Okay, van waarom gebruik je Instagram? Dus ik zie het in 1 of 2 woorden. Dus waarom gebruik je Instagram? Voor de memes, sorry. Oké. Meer? Op de hoogte blijven, om te zien wat anderen meemaken. Ja. Inderdaad. Doe ook mee. Ik gebruik het voor onderzoek. Ja. Er zijn verschillende redenen om dat te gebruiken. Laten we nu eens... gebruiken jullie nog Snapchat? Waarom gebruiken jullie Snapchat? En Snapchat kan ik niet over meepraten, want dat gebruik ik zelf niet. Maar waarom Snapchat? Ja, gekke of lelijke foto's van jezelf naar vrienden sturen. Echt een heel leuk punt. Dito, ja. Apart, hè? Ik ga dit voor wat jullie nu zeggen. Ga ik volgende week nog gebruiken als ik het ga hebben over communicatietechnologie en hoe die bepalen hoe je je gedraagt. Delen wat ik zelf doe. Dus zo, ja, je ziet dat mensen hebben bepaalde motivaties om bepaalde media te gebruiken. En het is afhankelijk van hoe je zelf in elkaar zit. Maar ook afhankelijk van wat je op dat moment wil doen. Weet je, soms heb je gewoon zo'n moment dat je denkt, van, ach, ja, even Snapchat hoor naar iemand, dat ik make-up is echt volledig mislukt. Of ik zie er nu al heel erg uit, nu ik net wakker ben. Dus dat Snapchat je dan. En je ziet dat die motivaties die je hebt om het te gebruiken, dus afhangen van de sociale situatie, de tijdstip, maar ook van jezelf. Dus je zou denken, op voorhand is het heel moeilijk in te delen van wat voor motivaties er zijn. Ja, dat is ook zo, hè? Die kunnen echt legio zijn. Maar je ziet wel dat er 4 basismotivaties zijn om media te gebruiken. En eigenlijk, als we het net hebben gezegd, past daar min of meer in. En die vier is belangrijk ook om te onthouden voor het tentamen. Niet alles letterlijk uit je hoofd stampen, maar die 4 motivaties van media gebruik zijn heel centraal. User gratification en ook heel veel andere literatuur. Die 4 zijn diversion, personal relationships, personal identity en surveillance. Diversion is eigenlijk alle motivaties die te maken hebben met entertainment. Weet je, als jullie zeggen, ik gebruik het omdat het leuk is. Dat is de diversion motief. Dus voor de memes is een voorbeeld van diversion. Dus inderdaad, als je gewoon zin hebt om vermaakt te worden en je gaat film kijken. Als je zin hebt voor een arousal, dus weet je, in spanning, dan ga je een horrorfilm of een actiefilm kijken. Als je echt geen idee hebt wat je op dit moment moet doen, dan ga je 9gag kijken of Reddit voor de memes. Dus passing time, allemaal diversion. Dus alles wat entertainment en passing time te maken. Tweede is personal relationships. En dat is alles wat te maken heeft met relaties onderhouden.
En hier vallen inderdaad, hier valt inderdaad echt sociale interactie onder. Weet je, social interaction, connecting with others. Dus WhatsApp gebruiken om met mensen te praten. Instagram gebruiken om te kijken hoe het met andere mensen gaat. Dus allemaal personal relationships. Maar personal relationship hoeft niet altijd actief te zijn. Je kan ook passief media kijken, ook vanuit een personal relationship perspectief. Is de vorm van arousal in diverse context die positief of negatief? Dat is hier positief. Dus dat je, als je kan, ja, een heel plat voorbeeld, ik mag gewoon porno kijken. En dat is een vorm van arousal, een beweging, een motivatie om te kijken. Maar ook bijvoorbeeld kan je zin hebben in bepaalde andere vormen van spanning. Weet je? En kan je gaan gamen. Dan kan je zo'n first-person shooter spelen. Dan kan je Doom Eternal spelen. En het is spannend, maar geeft je ook een bepaalde arousal, een bepaalde emotie. Dat je continu op je hoede moet zijn. Een bepaalde vorm van stress die dan ook weer lekker is. Dus in dit geval is het positief. Het kan dus echt van alles betekenen. Weet je? Van arousal in seksuele zin tot en met angst, wat dan ook positief kan zijn. Weet je, ook gewoon lekker is om te schrikken van een horrorfilm bijvoorbeeld. Dus voornamelijk positief. Oké, personal relationships. Dus je hoeft niet actief te zijn om personal relationships te onderhouden. Weet je, denk eraan dat je nu echt per se Tiger King moet gezien hebben op Netflix om mee te kunnen praten met je vrienden. En wat je ook vroeger had, zeg maar, dat je bepaalde programma's moest zien, dat je daar op het schoolplein over kon praten de volgende dag. Dus dat is ook personal relationship. Het is een need to belong. Media kijken om het gevoel te hebben om ergens bij te horen. Maar ook om te leren hoe het werkt. Weet je, ook doordat je tv kijkt, leer je langzamerhand hoe sociale relaties werken. Weet je, hoe relaties met anderen zijn, hoe vriendschappen in elkaar moeten zitten. Je hebt ook een bepaald ideaalbeeld van hoe een personal relationship moet zijn. Je leert dus ook relaties mee. En tot slot, hier staat hier in het midden, parasocial relationship. Dat is het idee dat je een persoonlijke relatie hebt met een bekendheid. Dus dat je je verbonden voelt, en dat je voelt alsof je vrienden bekende, met iemand die je eigenlijk alleen kent van tv, dus die je niet in het echt kent. Dus je voelt die vrienden met een personage. En dat klinkt heel gek, weet je, van ja, hoe kan ik mijn vrienden voelen met de hoofdpersoon uit de serie? Maar toch is het wel een beetje zo, weet je, je voelt je verbonden, weet je. Als iemand sterft in een serie waar je je mee verbonden voelt, dan voelt dat naar. Dan voelt dat ze een beetje een vriend overlijdt. Dat kan wel. En het beste voorbeeld zijn denk ik influencers die je volgt op Instagram. Je kent ze niet, zij kennen jou zeker niet. Maar toch denk je dat je ze kent. Toch voelt het alsof ze een beetje in je kennissenkring behoren. Omdat je ziet ze updates, je ziet dat ze soms reacties geven op andere mensen. Dus je hebt een beetje het idee dat influencers tot je sociale kring behoren. Dus dat is parasociale interactie. Het idee dat je een persoonlijke relatie hebt met iemand die je kent via media. Kortom, dat zijn allemaal redenen om media te gebruiken vanuit het hoofdmotief personal relationships. De derde is personal identity. En dat is media gebruiken om jezelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld gekke of lelijke foto's van jezelf naar vrienden sturen is voor een deel personal relationship. Maar kan ook zijn omdat je op een bepaalde manier wil presenteren. Kijk hoe grappig ik ben. En dat kun je weer doen omdat je iets over jezelf en je vrienden wil leren. Weet je wil kijken van oké, hoe kan ik mij het best gedragen? Wat komt het beste over? Wat wordt normaal gevonden in een bepaalde groep? Dus we gebruiken ook media om dingen over ons te leren. Bijvoorbeeld via Instagram, vroeger via Facebook, heel vroeger via YouTube Hives. Posten je dingen, ook om een beetje te kijken van oké, is dit leuk of niet? Is dit wie ik ben of niet? Om dus zoiets over jezelf te kunnen leren. En om te leren wat jij normaal vindt of niet. En ook dat kan weer passief. Weet je. Je kunt gewoon verschillende YouTube-filmpjes kijken. Je kunt verschillende programma's kijken. Om te leren wat bij jou past. Dus het ontwikkelen van jezelf.
van wie je wil zijn, van hoe je presenteert, van ontwikkelen van je zelfesteem, van je normen en waarden. Gaat ook voor een deel via media en kan dus ook een motief zijn. Dat is de derde. Nou, de vierde is surveillance. En dat is alles wat met nieuws en informatie te maken heeft. Dus dat is nieuws kijken om op de hoogte te blijven, cursussen volgen, online advies en opinies inwinnen door op review websites te kijken. Om überhaupt reviews te kijken. Dus allemaal informatie inwinnen valt allemaal onder surveillance. En het hoeft niet alleen objectieve informatie te zijn of informatie over dingen, maar kan ook informatie over anderen zijn. Goed punt. Dus ook iets als voyeurisme, het in de gaten houden van je ex op Facebook, het volgen van vrouwen in bikinis op Instagram, is ook surveillance. Is ook een vorm van informatie opdoen die een beetje voyeuristisch is. En inderdaad, het kijken van documentaires kan zowel persoonlijke identiteit als surveillance zijn. Ja, inderdaad. Het kijken van documentaires is een vorm van surveillance, omdat je iets leert. En het kan ook iets zijn dat je iets leert over jezelf. En dat hangt er echt af van wat voor motivatie je hebt. Het hangt af van de documentaire die je kijkt. En het is ook niet gezegd dat je van tevoren moet bedenken van, nou, ik ga dit nu kijken omdat ik iets wil leren, omdat ik mezelf wil ontwikkelen. Dus het is natuurlijk in werkelijkheid een soort van wisselwerking. En dat is ook wel een kritiekpunt van op user gratifications, dat zij soms wat te vaak uitgaan van een actief publiek. Weet je, dus dat je eerst denkt van, oké, wat is mijn motivatie? Nou, ik wil nu mezelf ontwikkelen. En daarom kijk ik documentaire. Maar dat kan, natuurlijk. Maar het kan ook andersom. Je kan natuurlijk ook gewoon documentaire kijken en daardoor je realiseren. Dat wil ik eigenlijk ook. Dus op die manier zelf ontwikkelen. Dus twee dingen aan aanleiding van de opmerking. Eén, je kan natuurlijk meer motieven hebben om iets te bekijken. Het hoeft niet één motief te zijn. Twee, het motief hoeft op voorhand niet altijd duidelijk te zijn. Maar het is wel altijd zo dat de reden om iets te kijken wel is ingegeven door een bepaalde behoefte die je hebt. En er kunnen nieuwe behoeftes gecreëerd worden of nieuwe behoeftes vervuld worden terwijl je aan het kijken bent. Maar user gratifications gaat er wel vanuit dat op voorhand is er wel altijd een bepaald motief ingegeven door een bepaalde psychologische of sociale processen die ervoor zorgt dat je iets kijkt. Maar inderdaad, er kunnen meerdere motieven tegelijk een rol spelen. In deze indeling in hoofdmotieven, er zijn er meer. En dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van onderzoek naar Facebook. Er zijn een aantal artikelen samengesteld waarom mensen Facebook gebruiken. En dan zie je ze eigenlijk allemaal in terugkomen. Je ziet een need to belong, zelfpresentatie, je ziet entertainment of verveling. Maar je ziet bijvoorbeeld ook iets als anonimiteit. En je gebruikt het omdat je anoniem kunt zijn. En een beetje van voyeurisme. Dus dat is een soort van surveillance. Maar je ziet vaak dat in specifieke onderzoeken van user gratifications, dat die indeling soms los wordt gelaten en dat ze heel open gaan kijken naar motieven, zonder op voorhand te denken dat het niet in een van die categorieën valt. Dus als je bijvoorbeeld een nieuw medium hebt, bijvoorbeeld TikTok nu wat vrij nieuw is, zie je dat onderzoekers vaak kwalitatief gaan kijken naar motieven. Dus kortom, ze interviewen mensen en ze vragen waarom gebruik je dat. Kortom, dit is een standaard indeling en die is ook heel goed. De meeste motieven vallen er wel onder. Maar als je het echt zou willen onderzoeken, kun je ook gewoon meer open kijken naar motieven in plaats van het vooral in te kijken. Nou, tot laatste. Hoe hebben media dan effect? Nou, media kunnen dus effect hebben afhankelijk van de behoeftes die je hebt en hoe die bevredigd zijn. En dus van de motivatie die je hebt en die achtergrond. Wat ik net zei, als ik vrij zorgelijk ben aangelegd, mij al heel erg zorgen maak over corona, ga ik media gebruiken vanuit die behoefte, zal ik op die manier dus bepaalde boodschappen tot mij nemen. En die zullen ook een bepaald effect hebben vanuit die behoeftes,
waardoor ik mij misschien meer zorgen ga maken. Kom eens op. Dus zeg maar, mediagebruik en kenmerken van jezelf interacteren en hebben zo effect. De vraag is, hoe bedoelt u anoniem zijn op Facebook? Want de namen en zo zijn toch bekend. Je moet goed op Facebook of via andere mensen bekijken, zodat ze kunnen zien dat je hebt gekeken. Ja, dat is het inderdaad. Dat is het precies. Dus je kan gewoon voyeurisme zijn, weet je. Dus je namen en zo zijn toch bekend, maar als ik iemand op Facebook heb of op Instagram, kan ik wel in de gaten houden wat er met die persoon gebeurt, zonder dat ze inderdaad mij kunnen zien. Ik weet niet of jullie daar nog te jong voor zijn, maar ik weet nog dat je toen je Hives had, dat op een gegeven moment had Hives een functie ingebouwd en uitgerold, dat je kon zien wie er op jouw pagina was geweest. En dat hebben ze toen binnen 10 minuten weer teruggedraaid, omdat niemand wilde dat anderen dat wisten. Weet je, niemand wilde dat je die foto's bekeek van die leuke collega. Dus dat anonimiteit speelt vaak online dan een belangrijke rol. Als je er geïnteresseerd in bent, moet je later mijn mastervak gaan volgen. Die gaan inderdaad over het perceptie van anonimiteit die je online kunt hebben. En bijvoorbeeld in social aspects of die media zal er wel over. Oké, dus dat is het. Dan zal ik ophouden met zoomen, letterlijk en figuurlijk, en met OO en OE. Dus dit is de conclusie wat ik wil zeggen. Nog één ding zeggen over de kritiek. Wat ik eigenlijk al gezegd heb, hè, is dat user verification gaat er echt vanuit dat je voorhand motieven hebt. Maar het kan natuurlijk ook zijn, weet je, het is een beetje een kip-en-ei verhaal. Weet je, motieven kunnen ook ontstaan doordat je media bent gaan kijken. Dus het is inderdaad niet moeilijk om bewijs te leveren dat mediagebruik voortkomt uit een behoefte aan blootstelling vooraf. Omdat je natuurlijk eigenlijk altijd, tenminste in het meeste onderzoek, achteraf vraagt waarom je iets gebruikt hebt. Dus wat dat betreft is die theorie nog steeds in ontwikkeling. En het is ook een beetje een spraakverwarring. Nee? Dus die theorie, heel veel mensen gebruiken die theorie en hebben het over needs en drives en motivaties, gratifications. En wordt vaak door elkaar heen gebruikt, waardoor het niet altijd even duidelijk is van wat men met onderzoekers nou bedoelen met motieven en met effecten. Dus de meest zuivere vorm is dat needs en drives zijn psychologische behoeftes die je hebt, die zorgen ervoor dat je een bepaald motief hebt om media te gebruiken. Dus een motief is een reden gebaseerd op een bepaalde behoefte om iets te doen. En een gratification is dan weer het gevoel dat je krijgt als je een need hebt gevuld. Dus er is wel een duidelijkheid in. Needs is de behoeftes. Motief is een reden om dan iets te doen gebaseerd op die need. En een gratification is het gevoel wat je overhoudt als die behoefte bevredigd is. Dus er is wel duidelijkheid, maar het wordt vaak heel erg door elkaar gebruikt. Dus er wordt gezegd, mensen hebben verschillende gratifications om media te gebruiken. Dus dat maakt het lezen van de literatuur soms vrij ingewikkeld. Desalniettemin, het hele idee dat mensen actief zijn, is wel heel belangrijk. Een heel belangrijke toevoeging. En ook die verschillende motivaties, op basis waarvan je media gebruikt kunt klassificeren, en op basis waarvan je verschillend gebruik kunt indelen, is wel een hele goede toevoeging. Oké, daar wil ik het bij houden. Dan ga ik nu eens op zoek naar hoe het kan dat je Zooms hoort. En dan hoop ik dat het de volgende week beter is. Excuus daarvoor, sorry dat ik het niet op kan lossen. Maar in ieder geval, hartelijk dank. En dan spreek ik jullie hopelijk met betere technologische omstandigheden volgende week. Dus hartelijk dank en tot volgende week.